uit Denemar stond bij de jeugd. Junior was weg voor de laatste kwalificatie start. Nee, niets. En de beste 15 plaatsen zitten dus voor de finale. Valentijn Hendricks. Oh, die lijkt stil te vallen. Krijgen we Riet Stijksma voor Kenny van Eijden. En Erik Pijnenburg junior, Vince Vervoort. Vince Vervoort, even twee kilo omhoog. Pakt Erik daar, hebben ze een riddeltje mee. Lekker van Kampenaar, maar hij wist dat weer herstellen. Dan had u in derde plaats vast, Vince Vervoort. Junior uit Kessel. Leider in de wedstrijd, dus 528 van Riet Stijtsma. Dan Vince Vervoort, Erik Pijnenburg junior, de 522 van Ken van der Heijden. De 501 van Martijn Hendricks. Oh, sorry. Rins die wegloopt. Afstand hebt van de rest van het veld in deze jeugdklasse. Riet Stijtsma dus. De 528 aan de leiding met Vince Vervoort die nu dichterbij komt. Ja, zo heeft hij 30 meter voorsprong. Vliegt alleen wel wat snel uit en ze duiken er gelijk op. Riet Stijtsma nu terug naar de TV en de leider in de wedstrijd. De 02 van Vince Vervoort, Vince Stijtsma en Valentijn Hendricks op de derde plek. Kenny van der Heijden als vierde. Schuift het hele veld weer in elkaar. Achter van der Heijden op de vijfde plek, de 520 van Johannes Wilde. Dan Erik Pijnenburg erachter, Maris van der Heijden, Stefan Roos. Richard Huisman, Sylvia van de Buffer, Mariel Berghuis, op de 500 en 18 van Jelle Daan, uit Oosterwolde. Laatste de wedstrijd, de 500 en 15 op Vivian Verbeurt, junior uit Kessel. Oeps, even een uitstapje, Marius van der Heijden. De 533, de junior het Altenbergland, speelt dan mee twee posities. Kan nog een beetje aanhaken in het middenveld. Vivian Verburg nog een ronde door, dat dacht ze de kop van de wedstrijd en die gaat naar de finishvlag. Vince is er al voor de 5-2 van Vince Vervoort. Tweede plaats de 5-0-1, Valentijn Hendricks gevolgd door Riet Stijtsma, de binnenkant Pijnenburg, denk ik nog net voor de 520. Johannes Mulder, de 531 van Richard Huisman, 522, Kenny van der Heijden, de 527 van Stefan.